leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben in een iets andere setting gaan zitten, want het is namelijk tijd voor een makeover. Het is regenachtig weer buiten en ondanks dat het nog volop zomer hoort te zijn, is het gewoon al herfst weer buiten. En wanneer de seizoenen aan het wisselen zijn, dan begint er van binnen altijd iets te borrelen. En dan ben ik gewoon toe aan wat veranderingen. Vandaag is mijn werkplek aan de beurt. Het is mijn bureau. Hij is van de IKEA en hij heeft heel goed zijn dienst gedaan toen de iMac kwam. Weet je wel, zo'n heel groot computerscherm van Apple. Maar de iMac ging stuk en eigenlijk vind ik hem gewoon iets te groot voor hier binnen. En het was tijd voor iets nieuws. Het is opnieuw een IKEA bureau en deze is een stuk ruimtelijker, want er zit namelijk glas in en het is ook gewoon een lust voor het oog. Het bureau is niet het enige wat ik meenam. Dit bureau heeft 2 laden, dus het nieuwe bureau niet 1. Heel erg handig, I know. Daarom heb ik een paar van deze dozen meegenomen. 2 van dit formaat en eentje in iets groter formaat. En die zit al helemaal vol, want hier heb ik namelijk alle producten die ik nog moet reviewen ingedaan. Ik heb alles overzichtelijk in 1 doos zitten. IKEA zal IKEA niet zijn, als ook dit een heus bouwpakket zal zijn. Dus ik ben al lekker aan de slag gegaan, ik moet er eentje in elkaar zetten. Wat daarnaast ook niet kan ontbreken nu we weer richting de herfst gaan, zijn de heerlijke geurkaarsen van de IKEA. Ze zijn spotgoedkoop. Ze branden ongeveer 40 uur, wat ik dus heel erg netjes vind. Ik heb vanille meegenomen, 2 keer, groot favoriet. Dit is een hele fruitige combinatie, er zit persik in en sinaasappel als ik me niet vergis. Heerlijk, lekkere nazomergeur. Om het bureau af te stylen heb ik deze ontzettend gave hoedendoos meegenomen. En de binnenkant is ook gewoon heel erg mooi gemaakt. Deze hoef ik niet zelf in elkaar te zetten. Big win. En deze komt in 3 formaten. Echt super handig. En dit fluffy schapenvacht kleedje. Ik heb al eerder een witte gehad van de IKEA. En die, ik moet zeggen, de kwaliteit is beter geworden. Dus die andere was gewoon op, hebben we weggedaan, een paar keer gewassen. En dan is het gewoon einde verhaal. Ik heb een bruin kleedje liggen en het was nu tijd voor een witte. Want die kan ik gewoon echt ontzettend leuk hier op het stoeltje neerleggen. En het is gewoon nog heel fotogeniek en lekker warm. Ik denk dat Jip dit ook heel erg leuk gaat vinden. Het bureau, ook een leuk bouwpakket. Ik ben gelukkig wel iemand die de handleiding van de IKEA altijd snapt. Dus langs ga ik denk ik nog bezig met dit bureau uit elkaar halen en de laadjes uitruimen. Het is tijd om de handen even uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan. Ik heb heel veel zin in, ben ook heel benieuwd hoe het gaat worden. En het begint langzaam te regenen buiten. Het is gewoon het ideale weer om gewoon lekker binnen aan de slag te gaan en alles lekker te gaan veranderen. Kijk gezellig mee en ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En laat ook vooral even weten hoe jouw ideale werkplek eruit ziet.
Wat het bureau betreft ben ik nu klaar. Het is redelijk af. Al ben ik wel iemand die alles door de tijd iedere keer weer verandert. En dat vind ik ook juist zo leuk. De rest van de rommel ga ik nu nog even opruimen. Maar dat is niet interessant voor deze video. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat me ook even weten hoe jij dit bureautje in zou richten. Het is een bureau, side table, je laptoptafel. Je kan hem echt overal voor gebruiken. En zou ook heel erg mooi zijn in een inloopkast. Gewoon in de woonkamer. Net als hier. En als ik dus achter een bureau wil zitten, dan pak ik hem. Dan ga ik lekker achter zitten. Maar meestal werk ik gewoon lekker op de bank. Maar goed, het is fijn dat ik weer een mooi bureautje heb. Omdat die gewoon heel erg mooi en ruimtelijk staat. Dat was hem weer voor nu. En ik wil jou in ieder geval bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!